De president moet niet twijfelen om veranderingen te brengen in het beleid nu de tweede helft van deze regeerperiode is ingegaan. Dit zei VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin vandaag bij de start van de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Adin vergeleek de tweede helft van de regeerperiode met een voetbalwedstrijd en zei daarbij dat de nodige veranderingen gepleegd moeten worden, zodat Suriname niet de verliezer wordt. En ik denk dat het goed is dat niet alleen wijzigingen in het team gebracht moeten worden, maar ook het spelpatroon moet ook gewijzigd worden. Want wij als partij wensen geen tegendoelpunten. We gaan voor Suriname en Suriname moet winnen. Gayadin wees erop dat de president vaker heeft aangehaald dat er eenheid in bestuur moet zijn. Dit zou volgens Gayadin goed tot uiting moeten komen binnen de regering. Echter is dat niet altijd de realiteit. Dit zorgt ervoor dat zelf personen misbruik maken van het geheel, waarbij zeer gevaarlijke ontwikkelingen zich voordoen in de media en voornamelijk de social media. En uiteindelijk zie je een samenleving, opgevoed samenleving, die wij niet kennen. Vandaag, hier in dit land, staat men gewoon, loopt men op straat, gooit men een plastic zak uit de auto of als men loopt. De man is bang. Al zullen honderden mensen daarna lijden vanwege water, overlast en noem maar op. Maar dat is een mentaliteitsombuiging die we moeten brengen. En wij vragen daarom in een land dat leiders leiding moeten geven, sturing moeten geven aan de samenleving. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen. De politieke beschouwingen is een parlementsvergadering waarbij fractieleiders in debat treden met de regering in de persoon van de president.